Hey allemaal en welkom bij de allereerste officiële race van Mindtopia World. Dit gaat een heel erg groot spektakel worden natuurlijk. Waarbij heel erg veel mensen met hun scootertje gaan proberen te rijden. We hebben maar liefst 36 mensen die gaan strijden op een cruiser, een scooter. En dat is verdeeld over 6 rondes. 6 rondes dus met 6 mensen en alleen de beste 2. Die mensen die gaan door naar de halve finales, wat in een andere video natuurlijk weer zichtbaar is. Ik zie op de achtergrond heel veel mensen oefenen. Dat zal ook zeker nodig zijn, want alle scooters zijn zo'n beetje even snel. Maar daar draait het net even om wie het allersnelste is. Het is een lange video, want jullie krijgen alle 6e races tegelijk te zien. En in de volgende video zien jullie de 2 halve finales en de finale. Heel veel plezier met kijken in ieder geval. En succes als jij ook aan het racen bent. Nou, en we zitten in ronde 1 inmiddels. En mijn co-host van vandaag is Sander, oftewel Bendert. De allereerste race ooit hier op Mindtopia World, Sander. Ja, spannend hè? Ja, en wat ook een pool. Dit is de pool des doods, zal ik maar even zeggen. Ja, het is echt random gekozen. Maar op een of andere manier zijn de beste racers van het toernooi. He, met een uitzondering daarbij natuurlijk wel echt bij elkaar gezet. Ja, ik ga doen wat jij niet gaat doen. En ik ga gewoon namen noemen. Mukkel, heel erg stabiel natuurlijk. Kobeva, waarschijnlijk de guy die het meest geoefend heeft van iedereen. Luc Hidde, natuurtalent. Zowel voor scooters als voor autoraces. Ja, en dan hebben we nog Thibaut. Misschien wel de nummer 2 meest geoefend. En dan hebben we natuurlijk nog Kulle en Ledorsto. Hoe grappig zou het zijn als een van de, in onze ogen, outsiders uiteindelijk aan het langste eind gaan trekken. Racers ready. Jullie mogen naar voren rijden. Sander, aan jou de eer om deze allereerste race af te gaan tellen. Op go mogen ze natuurlijk. Zie die positie ook. Iedereen begint aan de buitenzijde van de bocht. Wat tactiek zijn? Ik denk het. We gaan het zien. Oké, racers. Zijn we er klaar voor? Dan gaan we starten. En ze zijn los. Je ziet gelijk welke mensen natuurlijk de upgrade gekocht hebben, Sander. Welke upgrade is dat? De slicks heb je het over. Ja, correct. Die zijn een heel stuk sneller. En als ze geoefend hebben, zouden ze wat minder snel uit de bocht gaan. Dit is ook heel erg belangrijk. Gaan ze die binnenbocht nemen? Thibaut is de enige tot nu toe die het goed heeft samen met Kobeva. Ja, 10 rondes is natuurlijk veel, Sander. Hè? Ja, nu zijn de eerste verschillen al gemaakt. Kulle die staat echt al heel ver achter op dit moment. Correct. Kun je vastzitten in de jump? Ik heb dat een keer gezien. Weet je dat toevallig? Vastzitten letterlijk in de lucht heb je het dan over? Nee, dat ze neerkomen en dat ze even stil blijven hangen. Ik heb dat een keer gezien. Voor mij raakten ze een muurtje of iets dergelijks. Thibaut zit inmiddels in ronde 2. En hij staat nog steeds bovenaan. En hij kiest weer ervoor om het gevaarlijke pad te doen. En hij neelt hem gewoon weer. Kobeva ook. Ja. Die heeft echt zoiets van dit kan ik. En Luc Hidde, ja, eigenlijk rijdt onze top 3 hier, hè? Besef dat wel even. Top 4 met Mukkel erachteraan. Ledorsto met zijn behoorlijk langzame scooter. Want hij heeft niet de upgrade gehaald. Het ging hem te snel. Die is nu pas op de plek waar we net waren. En als het goed is, is daar ronde 3 alweer voor Thibaut en voor Kobeva. Zij rijden hem vol gas volgens mij, Sander. Denk je niet? Ja, continu. Alleen de echt moeilijke U-bochten die achter elkaar komen, nemen ze allemaal iets zelfs terug. Hier. Waar Thibaut nu aankomt, ja. Lukt je? Oh, Kobeva zit vast. Luc Hidde is hem voorbij. Nou. Zo snel kan het gaan, jongens. En Thibaut is nog steeds op kop. Maar let wel, hij gaat zometeen Kulle inhalen. Want hij heeft een veel snellere scooter. Bij dit toernooitje namelijk. Dat zal dan ronde 3 worden. Toch? Ja, ronde 3 inmiddels alweer. Ja, ronde 3 komt eraan. Ja, Thibaut is daar inmiddels al. In dit toernooi hebben we gezegd, alle upgrades zijn mogelijk. En het was aan spelers dus eigenlijk of ze wel of niet in dit geval de slick zouden halen. Weet jij toevallig... Ja. Oh, Thibaut zit vast. Luc Hidde zit echt 3 blokken achter hem. Geen stress voor de rest. Oh, en Luc Hidde zit ook weer vast. Thibaut rijdt echt perfect op dat ene bumpje na, hè? Ja, en hij heeft zelfs samen met Luc hebben ze Kulle ingehaald, die een hele ronde achter ligt. Yep, inderdaad. De vraag is dan natuurlijk ook, want we zien hem daar al, Ledorsto, op zijn standaard scooter, zeg maar. Dat is een kwestie van tijd, hè? We gaan nu ronde 4 in, dat is op de helft. En hij is al 1 persoon voorbij. Thibaut's voorsprong is wel groot gebleven. Hij is gecrashed, maar Luc Hidde ook. Hij zit hem wel op de hielen, hoor. Oh, oh, oh. Ja, het gaat wel nek aan nek vooral voorin, hoor. En dat
het gaat er natuurlijk ook om. Hè. De eerste twee die weten te finishen. Tibof crasht weer en Luke Hidde heeft hem goed. Op dit moment hebben we voor het eerst in de hele race een nieuwe nummer 1. En het is Luke Hidde. En Tibof crasht weer. Zijn dat de zenuwen, Sander? Ik denk het, ja. Hij heeft de hele tijd foutloos gereden. Ja, echt hoor. Nou, op één crashje na dus. En ja, Luke Hidde is nou echt gewoon 8 blokken voorsprong. Misschien wel 10. Ja, en het is ook wel heel belangrijk om eerste te worden. En dan kom je natuurlijk in een wat mindere pool terecht de volgende ronde. Inderdaad, ronde 5 zitten we inmiddels. En ja, gewoon eerste en tweede maakt een groot verschil. Want ik denk dat niemand zin heeft überhaupt om tegen de nummer 1 of 2 hier te rijden. Laten we dat even duidelijk hebben. Maar ik ben heel erg benieuwd. Wat we wel gezien hebben, hoe erg balen mensen momenteel dat ze niet de upgrade gehaald hebben. En daarmee hebben ze te oefenen. Want de nummer 1, 2 en 3 hebben allemaal de upgrade. Momenteel. Ja, en dan zie je nu wel het verschil. Maar je moet ermee overweg kunnen. Correct. Dat is wel een ding. Correct. Tibo's achterstand is inmiddels 40 blokken geworden. Luc zit in ronde 6. En hij blijft... Denk je dat hij in de laatste ronde geen risico gaat nemen? Gewoon even achteruit kijkt en denkt, weet je wat? Ik ga die shortcut niet nemen. Want dit is een heel moeilijk stukje, ook voor onze kijkers. Ik zal hem even van boven laten zien. Eén foutje en je hebt het meerdere malen gezien en ja, je ligt er gewoon uit. Ja, is het wel zegt dat hij wel echt puur onder controle heeft, hoor. Luc. Nou, Thibaut ook, ja, Thibaut ook, ja, ja, ja. Maar kijk het verschil. Het wordt elke ronde wordt het 5-6 blokken meer, lijkt het wel. Alsof die van Luc ietsje sneller is, maar dat is hij niet. Ronde 7 inmiddels. En we focussen heel erg op de nummer 1. Maar kun jij eens even kijken, waar is de nummer 3 gebleven? De nummer 3, nou, die rijdt echt ver nog. Nou, die begint Thibaut langzaam wel in te halen. Dat is Mukkel zo te zien. Volgens mij ook. En dat is de derde guy met slicks. Ja, inderdaad. Luc Hidde, die gaat weer iemand inhalen. En het is in dit geval Kulle en Ledorsto. Yep. Het maakt een heel erg groot verschil. Of jij net die ene upgrade hebt, waardoor je scootertje ietsje sneller is. En tijdens het oefenen, ronde 8, hebben heel veel mensen gezegd... Het is wel lastig hoor, met die slicks rijden. Want die shortcut met een gewone scooter lukt mij. Maar met slicks niet. Ja, hier gaat Luc zeker van het gas. Dat zie je inderdaad gewoon. En dan gaat het lange stuk weer inmiddels op. Ik zal een stafje het ook even moeten muten. Dat hoeft niet in een opname in principe. En we gaan de ene laatste ronde in, Sander. Ja, Thibaut komt wel weer langzaam iets dichterbij, merk ik. Maar de afstand is nu wel echt zo groot dat... bijna de winnaar wel kunnen aanwijzen. Het is echt insane. Luc zou gewoon nu gewoon 2 rondes geen risico kunnen nemen. En hij wordt niet ingehaald door niet die shortcut te nemen. Hij doet het wel. Hij hoort ons, want hij zit in hetzelfde channel. En hij doet het gewoon. Hij wil laten zien, volgens mij, dat hij momenteel de beste racer is met scooters. Ja, en terecht ook wel. Dit is een statement wat hij doet. Kijk, zie je ook wat voor een pakje die aan heeft? Hij heeft Full Racing Red heeft hij aan, Sander. Ja, dat is wel heel passend, hè? Ja, geeft die man een rode spuitbus. Hij gaat in de laatste ronde, jongens. Het publiek mag nu zeker zometeen mensen feliciteren. De chat zetten we constant uit natuurlijk. Maar zodra Luc of Thibaut of Mukkel over de finish gaat... dan mag je uiteraard typen wat je... En zelfs de laatste ronde, hij crasht. Luc is gecrashed. Thibaut gaat hem iets dichterbij nog. Zeker iets inhalen, maar ook Thibaut is gecrashed. In een relatief makkelijke bocht. Luc kan hem uitrijden volgens mij. En hebben wij hier de allereerste winnaar van de allereerste race, Sander? Ja, maar Thibaut moet nog wel even aan de bak hoor, voor die tweede plek. Want ik zie dat hij weer vast is gelopen en Mukkel komt er echt aan nu. Oké, jongens. Het is Luc Hidde. En je mag lekker nog een ere rondje rijden als je wil, Luc. Inderdaad, Thibaut, waar is Mukkel? Oh, die Mukkel is heel ver, die is ook gecrashed. Thibaut is nummer 2, Luc Hidde is nummer 1. We gaan de pitstraat weer eventjes opengooien. En alle scooterrijders die mogen, nadat ze de ronde hebben uitgereden uiteraard, lekker terug. Thibaut, je zou het zeker niet op het circuit gaan staan. Dus pak je scooter gauw op en rijd er vanaf. Oh, je was gekikt, zeg je. Oh, nou, zo zie je maar weer. Maakt niet uit, zelfs als je gekikt bent... krijg jij het voor elkaar op de tweede plek te hebben. Deze standen die worden ook genoteerd. De corresponderende punten die worden aan het einde van dag 1 worden die opgeteld voor het klassement, wat natuurlijk weer nodig is. Sander, een verwachting. Welke van deze twee jongens is misschien wel titelkandidaat? Want dit was best wel heel erg overtuigend. Ja, nou ja, je hebt wel heel lang gezien dat Thibaut echt heel lang op kop heeft gezeten, de eerste 3-4 rondes. Aha.
En nou ja, Luc heeft wel echt flink weten in te halen. Ik denk dat beide heren wel echt een goede kans maken om in ieder geval in de top 3 te eindigen straks. Hoor. Is er een kans dat een niet geüpgraden scooter in de finale komt? Als je naar deze race kijkt, niet hè? Ik denk het ook niet. We gaan gauw door naar race nummer 2. Sander, dat was race nummer 1 en inmiddels staan de racers voor race nummer 2 staan klaar. Verwachtingen? Ja, op papier hebben we er iets minder favorieten hier natuurlijk bij zitten. Wat voor de race natuurlijk wel heel aantrekkelijk is. Wel een van de vetste scooters trouwens wel, dat wel. Een paarse, die valt op. Ja. Ja, ik ga vooral naar Mjaarten kijken. Ik denk dat hij wel de nummer 1 gaat worden. We hebben ook een hele enthousiasteling en dat is Tijmen. Die heeft heel erg veel zitten oefenen. Eigenlijk elke keer als het circuit open was, is hij hier naartoe gegaan. En ik denk dat de meeste spelers dat hier ook wel zouden kunnen beamen. Die hebben hem heel veel gezien. Maar misschien gaat het wel een underdog worden. Want we hebben hier een Robin, bijvoorbeeld, en een Dennis. Ja, die hebben sliks, maat. En we hebben gezien wat dat kan betekenen. Racers ready. Jullie mogen naar de streep rijden als je dat wil. En ook hier lijken ze allemaal weer een beetje de binnenbocht te pakken. Het is echt heel rot voor jullie dat jullie in de regen moeten rijden. Zeker als je wat mindere PC hebt. En zijn we er klaar voor, Sander? Ik ben helemaal klaar. Je deed het vorige keer zo goed. Ik zou zeggen, doe het nog een keer. Gaan we. Iedereen klaar voor de start? We gaan in. En de Slickboys die gaan weer als eerste weg. Een mondkapje is wel echt heel erg langzaam. Oh my god, de eerste crash van Tijmen. Mijn favoriet is al gecrashed. Lijkt het. Dennis maakt een moeilijke bocht, maar hij crasht niet. Maarten die crasht wel. Dennis die crasht. Bassie die zit op zijn standaard scooter. De paal achter. Kijk dit. Ja. Oh, en hij is gecrashed. Oh my god, Sander. Ik dacht zelfs dat Tijmen die nam nog niet eens de sluikroute, maar crashte ook zelfs in de lange bocht nog. Denk je dat dit misschien een beetje extra stress is? Omdat ze net gezien hebben hoe bijna perfect Thibaut en natuurlijk Mukkel trouwens ook hoor. Maar natuurlijk ook Luc Hidde daadwerkelijk reden. Dat ze er last mee hebben? Nou ja, het geeft toch wel een bepaalde druk. Hè? Er is natuurlijk een lat gelegd nu. En daar moet je maar nog eens boven zien te komen. Ja. Dan wil je tegenstanders natuurlijk ook laten zien wat jij kan. Precies. Oh, Maarten is gecrashed. De voorsprong van Dennis, een van de outsiders, wat ik al zei. Hoe vet zou het zijn als die wint? Die gaat lekker hoor. Maarten crasht weer. Bassie op zijn standaard scooter, nummer 3. Maar helaas Sander, nummer 3, wat koop je daar precies voor? Helemaal niks. Ja, nee. Je startpunten krijg je voor het klassement, maar daar houdt het ook bij op. Uiteindelijk heb je natuurlijk ook heel erg veel aan. Maar je wil natuurlijk wel door naar die volgende ronde die morgen gehouden gaat worden. Om uiteindelijk een kans te maken op die megaprijzen. Robin is gecrashed. Robin is uitgelogd. En het is wel een van de Slickboys die daarmee uitgeschakeld is. Of hij komt nog terug, maar hij ligt zo ontzettend ver achter. Ik denk niet dat hij terugkomt. Ik denk dat hij gewoon eventjes wacht. Dennis, ook niet een klein beetje aan kop, hè? Dit is echt insane. Wat zou het zijn als de nummer 1 en nummer 2 nog gewoon een keer extra inhaalt? Ik weet niet of dat mogelijk is, maar als ik even kijk hier naar Maarten, die wel degelijk met zijn Slicks ook op de tweede plek staat, crasht af en toe. Neemt ook een iets veilige route. Voor mij kijkt hij gewoon naar achteren. Daar zit die Tijmen die nog niet in de buurt is. En ik zag Maarten volgens mij net inderdaad niet de shortcut nemen. Maar de veilige route. Wat misschien handig is, want ik zie Dennis 2 keer met zijn snelle scooter op een betonblok knallen. Dat is niet zo goed voor de ophanging volgens mij, Sander. Nee, en hij gaat denk ik nog wel een mondkapje inhalen in ieder geval Dennis. Ja. Heeft het wel iets minder snel voor elkaar dan dat Luc dat in de vorige race had. Volgens mij gaan wij inmiddels ronde 6 in. Klopt dat, Sander? Inmiddels is dit ronde 6, ja. Klopt, voor Dennis althans natuurlijk. Voor Dennis, ja. En de rest die zit nog in ronde 5 en bijna ook in ronde 4. Want voor mij wordt mondkapje ingehaald hier. Ja, mondkapje is aan zijn nummer 5 begonnen. Ja, Dennis die blijft die shortcut halen. En hij heeft inderdaad mondkapje ingehaald die niet de shortcut nam. Dat is het voor hem een iets te hoge skill. Maar ja, daardoor race Dennis er wel heel erg hard langs. Maarten is nog steeds nummer 2. Hij crasht wel weer, maar Tijmen crasht ook. En het lijkt alsof ze niet bij elkaar in de buurt gaan komen, Sander. Nee, als dat op deze manier zo doorgaat, dan hebben we onze top 2 al te pakken. Ik denk dat Tijmen de enige is die echt nog kans maakt om misschien een plekje te krijgen in de volgende ronde. Maar ja. Ik denk dat het al redelijk gespeeld is, hoor. Volgens mij ook. En Dennis zit inmiddels in de 7e ronde. Hij crasht, een zeldzaam moment voor Dennis.
Zou hij straks een of andere BM-rondje gaan maken? Dat hij gewoon een donutje draait ergens voor de finish? Je weet het niet, hè? Nog even publiek van maken, hè? Ja, ja, ja. Maarten is volgens mij inmiddels ook een paar mensen voorbij. Of nee, dat is niet waar. Super Bassie rijdt eigenlijk best wel lekker. Hoe kan Super Bassie zo snel zijn? In ronde 8 heeft Dennis hem nog niet ingehaald met een standaard scooter. Ja, dat heeft hij wel goed voor elkaar, hè? Dat is inderdaad waar, maar volgens mij gaat het gewoon weer de slickboys zijn. Mensen die de upgrade gehaald hebben in de Helvig Shop toen ze er waren. Die gaan hier voor mij met de winst weg. En Dennis haalt ook Super Bassie in. Alsof het niks is. Alsof het gewoon een auto tegen een scooter is. Ja, en hij gaat zelfs richting Tijmen. Die derde staat op dit moment. Wauw. Is er een mogelijkheid in 2 races? Het is mogelijk. De 9e ronde voor Dennis. Is het mogelijk dat hij letterlijk Maarten nog gaat inhalen? Ik zie hem daar in de verte rijden. Ik denk het niet. Maar wie weet. Maarten die speelt voor mij nog steeds een beetje op safe. Maarten staat nog steeds op 2e plek. Is inmiddels ook bezig met mensen aan het inhalen. En gaat Dennis in de ene laatste ronde inderdaad Tijmen in. Tijmen crasht! Ja, en dat is nog wel goed nieuws van Maarten. Want Tijmen zat echt nog wel in de nek van Maarten, hoor. Ja, nu niet meer. Dit is gespeeld. De laatste ronde voor Dennis. Het zweet staat inmiddels in zijn handpalm, maybe. Ja. Oef, heel erg dicht langs die betonblokken. Mensen kennen de limieten van hun scooter volgens mij ook wel. Kijk hem hoe lekker die bochtjes neemt. Ja, hij is voor de 2e keer ook langs mondkapje gegaan inmiddels. Yep, en hij pakt de shortcut. Een van de moeilijkste dingen van het circuit. Maar als je hem goed doet, dan doe je hem ook goed. Tijmen crasht er weer op. Hij pakt hem. Ik heb Dennis 1 of 2 crashes, 1 of 2 foutjes zien maken. Het is echt insane. Hij gaat hier weer naar de finish toe. Laatste ronde. Mensen mogen hem uiteraard feliciteren als hij er is. En Dennis heeft gewonnen. Ik zou zeggen, ga nog even. Laatste ronde, Jesse. Heb ik verkeerd geteld? Meen je dat nou? Ja, verkeerd geteld. Oh, dan mag je me in onderbreken. Sorry, we zijn zo enthousiast. Dennis moet inderdaad dan nog 1 ronde. Gaat hij nu wel Maarten inhalen dan? Dat is mogelijk. Maarten staat nog steeds op 2e plek, maar het zou kunnen dat hij hem gaat inhalen. Nou ja, wordt wel lastig, hè. Nu heb je nog wat lange stuk waar ze even snel zijn op dit moment. Dat is zeker waar. De laatste bocht dan nog misschien. En zou voor het publiek nog wel heel leuk zijn als dat gebeurt. Dennis crasht! Ja, hij wilde een risicootje nemen. Ja, hij wou gewoon. Gefeliciteerd Dennis met de overwinning. We gaan Maarten volgen. Die zou alleen nog door Tijmen ingehaald kunnen worden. Maar volgens mij gaat hem dat niet worden, Sander. Nee, dit wordt heel lastig nog om überhaupt Maarten in te halen. Die is in ieder geval 2e. Tijmen die ligt echt veel te ver achter. Wist jij dat Dennis zo goed was? Nee, had ik oprecht niet verwacht. Ik moet zeggen, ik heb een paar trainingen bijgenomen. Ik heb hem wel zien rijden. Ja. Maar dat hij zo goed was, nee, absoluut niet. Dit wordt echt nog wel een bedreiging voor Luc, hoor. Echt insane. We hebben nummer 2 ook Maarten. Die mag lekker de pitstraat in rijden. Rijd het rondje wel even uit. Of zet je scooter inderdaad eventjes aan de kant en ga van het circuit af. Ja, dit is echt insane. We gaan nog eens even kijken. Tijmen gaat er als nummer 3 over de finish. Maar de andere mensen hebben voor mij gewoon een hele ronde gemist, heb ik het idee. Ja, ze mogen hem natuurlijk, volgens de regels mogen ze hem absoluut uitrijden. Vanaf nu hebben ze nog 5 minuten de tijd, maar ja, het heeft niet eens heel veel zin meer. Je hebt je punten, heb je te pakken, die ene punt die je zou krijgen. Je mag hem natuurlijk uitrijden, maar oef, nou, je geeft het ook al op. Mondkapje. Hebben we nog iemand op de baan? Want volgens mij was iemand gedisconnect. Het maakt niet uit, want het was geen kanshebber. We hebben een winnaar in Dennis DM en de nummer 2 natuurlijk. Was dat een beetje je favoriet of niet? Nee, mijn favoriet was wel Maarten. Oké, dus je favoriet gaat in ieder geval door naar de volgende ronde? Dat gelukkig wel, ja. Oké. Dan zien jullie graag terug bij race nummer 3 met weer 6 verse deelnemers. Race nummer 3. We hebben natuurlijk een hele snelle race gezien. Eigenlijk waarbij constant de nummer 1 en 2 behoorlijk ook op nummer 1 en 2 stonden. Ook aan het einde van de race. En we zagen het eigenlijk halverwege al. Gaat dit dan de race zijn, Sander, waar zo ontzettend veel skillniveau in zit qua verschillen, dat we een bijna spannende race gaan zien, wou ik bijna zeggen? Nou, ik hoop het, want daar ben ik wel aan toe. Net waren de nummer 1 en 2 eigenlijk al vrij snel duidelijk. Ja. Ik wil wel een keer een echt spannende race zien, dat het echt spannend blijft tot de 8e of 9e ronde. Nou, ik zal je vertellen, er zitten hier een paar mensen die heel erg enthousiast zijn. Geen mensen waarvan je zou zeggen, dat zijn per direct kanshebbers op de titel. En er is ook maar 1 iemand met slicks, en het is Chimky. Die heeft hierin geïnvesteerd.
Zou hij daarmee de gedoodverfde winnaar kunnen zijn? Ik hoop het voor hem natuurlijk, maar we gaan het zien. Volgens mij is de plek voor nummer 2 volledig open. Wat maak jij ervan? Ja, nee, ik denk dat oprecht die Slicks dat gaat het verschil maken. Dus voor mij is bij deze Stimkie de favoriet. Puur op basis van zijn voertuig. Ja. Nee, nummer 2, ja, het wordt even afwachten. Ik acht Sopstar acht ik wel echt heel hoog dat hij nummer 2 kan worden. Mm-hmm. Maar hetzelfde denk ik ook wel van Wiebe, hoor. Ja, en een Dennis, die natuurlijk een team op wil zetten, heeft zoveel vehicles, heeft daar zoveel mee kunnen practicen. Hij heeft geen enkel excuus om niet nummer 2 te worden en misschien wel nummer 1. Besef even wel, Sander, dat wij iemand zonder Slicks in de halve finale gaan zien. Ja, dat wordt pas een karwei voor die persoon, hè? Ik denk het ook. Ik zou bij deze graag willen dat alle racers op een ready gaan staan. En dat betekent dat je startpositie mag innemen wat jullie het allerbeste lijkt. Exploretje, die gaat op safe. Eén van de mensen zonder Slicks. En Sander, je weet het al. Je deed het zo goed. Je mag het nog een keer doen. Ik ga het nog een keer doen. Dan gaan we, jongens. We gaan vertrekken in. En de Slickboy is inderdaad als eerste weg. Het is Chimky die bocht heel erg mooi neemt. En we hebben de eerste crash van Exploretje. En daarmee eigenlijk ook gelijk van Dennis. Moeten we nog naar Chimky kijken, denk je, Sander? Of is het een te groot verschil? Hij gaat niet voor de shortcut. Nee, niemand gaat voor de shortcut hier, tot nu toe. Exploretje probeert het, alles op alles, maar hij crasht. Dat betekent dat momenteel Hubers op nummer 2 staat en Soppy op nummer 3. Hubers crasht, dat betekent dat Soppy op nummer 2 gaat staan. Ja, en die Chimky guy is weg, hoor. Ja, we hebben de nummer 1 hebben we al te pakken. Ik wil niet te hard van stapel lopen, maar dit lijkt me duidelijk. Als jij die Slicks hebt gekocht en je weet hem onder controle te houden, dan... En je race alleen maar tegen mensen zonder? Ja. Ik ga voor de verandering, als jij nummer 1 een beetje in de gaten kan houden, ga ik gewoon Soppy en Hubers in de gaten houden. Soppy slingert een beetje namelijk. Denk je dat hij misschien een borreltje gehad heeft vandaag? Ja, of hij heeft net te veel benzine in zijn tank gegooid. Het zou ook kunnen. Soppy gaat weer niet voor de shortcut. Dat betekent dat als een Wiebe of uiteindelijk daar een Hubers dat hem wil gaan inhalen, want hij rijdt best wel goed, zullen ze die shortcut moeten nemen. Wiebe is gecrashed, hij moet een kleine ronde extra nemen. Ook Chimky Soppy... Chimky heeft ook een klein foutje, hoor. Ja? Ja, hij crasht ook nog even in die laatste bocht. Ja, hij zit inmiddels dus in ronde 3, hè, nu. Tel jij dat mee? Ja, dit is zijn derde ronde, inderdaad. Helemaal goed. En Jesse telt ook volgens mij nog steeds. Ja, Soppy kan hem al bijna niet eens meer zien in zijn rennendistance volgens mij, want daar gaat hij. En is hij al bijna hij gaat de eerste mensen inhalen, nu al, in ronde 3. Ja, dan gaat Explortje en dan gaat ook Dennis meteen. Dat is een record volgens mij, hoor. Chimky die gewoon 2 mensen inhaalt in ronde 3. Het is echt insane. Ja, wat mij wel opvalt, Chimky staat natuurlijk echt heel ver voor. Dus op deze manier kan je hem echt wel vergelijken met een Luke of zelfs met een Dennis. Maar hij maakt meer fouten, wil je zeggen. Nou, wat mij vooral opvalt is dat hij niet voor de shortcut gaat. Nee, niemand tot nu toe volgens mij. De mensen die ik het zie doen, zoals Hubers, die crasht constant. Is dat dan zo moeilijk om dat te doen? Ik kan het namelijk niet, hoor, voor de duidelijkheid. Nee, het is ook echt wel een uitdaging, hoor. En je ziet de mensen die daadwerkelijk echt uren hebben geoefend en het elke keer geprobeerd hebben, dat die het ook echt wel feilloos kunnen. Correct. Had Kobeva maar Slicks? Of had hij die ook? Ik weet het niet. Soppy gaat weer niet voor de shortcut. Nee, eigenlijk bijna niemand. Oh, wacht eens even. Wiebe gaat ervoor. En het is hem gelukt. Hij is voorbij Soppy. We hebben een wist... En hij crasht. Oh, Wiebe. Dat was je kans op nummer 2. En besef wel, die kans op nummer 2... Dat betekent door naar de volgende ronde. Kans op geld. Meer punten. Straks meedoen met de Bucket en de Mirage Cup. Misschien een volgende ronde, Wiebe. Dit was een hele goede keuze. Besef dat je zo'n 10, 15 blokken voorsprong kan pakken daarop, hè? Ja, kijk, het is onmogelijk om nog eerste te worden. Chimky die ligt echt zo voor, is zijn 4e ronde inmiddels. Ja, gaat straks weer mensen inhalen volgens mij. Ja, dat weet ik wel bijna wel zeker. En mensen die achter hem rijden, die komen al langzaam wel iets dichterbij, heb ik het idee. Maar ja, dat is echt nog lang niet genoeg om eerste te kunnen worden. Wiebe ging weer voor een poging en hij faalt weer. Als Soppy safe blijft rijden en hij blijft altijd die normale route rijden. Hoeveel rondes hebben we nog in totaal? Welke ronde zit Chimky momenteel in? Chimky is aan zijn 5e ronde begonnen nu. Aan zijn 6e ronde. Zijn 6e. En betekent dat Soppy dan nu ook aan zijn 6e ronde begint? En dan ligt hij niet eens heel erg ver achter. Ja, Soppy die staat wel echt vlak achter hem nog, hoor. Maar het scheelt alsnog wel een halve... Het zijn 6-7 crashes die er moeten gebeuren. En dan moet Soppy perfect rijden en de shortcut doen. Nou, succes daarmee.
Wiebe is een bijna... Ja, die nummer 2 en 3 is gewoon veel spannender. Wiebe crasht op de normale baan die Soppie constant rijdt. Die weet het uit zijn broekzak. Maar Wiebe niet. En die crasht. Nee, en Chimke die gaat nu achter Dennis aan. Die wil hem nog een keer inhalen. Ja, ik vraag me af. Ligt Hubers nu een hele ronde achter? Of heeft hij gewoon een gigantische inhaalrace gehaald? Volgens mij ligt Hubers helemaal achterop, hoor. Als ik het goed heb. Volgens mij ook. Voor mij gaat hij tussen Stopster en Wiebe. En dat is het hem ook. We hebben Chimke. Sorry Chimke, je bent de beste rijder hier en de snelste. Maar we letten eigenlijk helemaal niet op jou. We kijken alleen maar naar Soppie en Wiebe. Die momenteel in hun 7e ronde zitten dus, begrijp ik. Ja. Ja, terwijl Chimke die haalt nog wel even een keer het Explorertje in. En die gaat ook Dennis straks nog een keer. Oké, dit is het moment. Dit is het moment. Gaat hij hem deze keer halen? Hij crasht weer. Ah, Wiebe, je hebt straks nog 2 kansen volgens mij. Oh, je blijft maar crashen. Hij zit helemaal vast. Oh, dit is een te grote achterstand. Nu moet Wiebe 2 keer de shortcut halen. En hij heeft hem nog geen enkele keer gehaald. Wil hij Soppie inhalen? En dit zou op dit moment betekenen, als dit de race was. Soppie gaat nu zijn 8e ronde in. Dat Soppie naar de halve finale gaat. Kijk, daar rijdt helemaal Wiebe. En die moet nu 2 keer de shortcut halen. Als Soppie hem nu 1 keer haalt, heeft hij toch een lange neus. Ja, dat gaat hij niet doen. Soppie crasht. Soppie is gecrashed. Wiebe heeft nu maar 1 keer een shortcut nodig. Gaat Soppie het proberen of speelt hij op safe? Hij speelt op safe. Wiebe zeker niet. Wiebe zeker niet. Oh, oh. Hij crasht weer. Nee, ga er nog niet vastzitten daar. Oké, dit is nog te doen. Soppie gaat zo zijn laatste race en hij tikt even het wandje aan. En kijk hoe weinig verschil er zit. Betekent dat Chimke inmiddels de race gewonnen heeft? Jesse? Ja, hè? Als hij nu finisht wel. Ja. Nou ja, voor mij is hij er al voorbij. Wij laten helemaal niet nummer 1. Soppie is de allerlaatste ronde. Dat betekent dat Chimke dus al gewonnen heeft. Wiebe liep weer vast. Ja. Chimke is gefinished inderdaad. Met 1 ronde voorsprong. Lekker, man. En Wiebe is weer gecrashed. Soppie kan deze uitrijden. Hij maakt hier tot nu toe geen foutjes. Deze relatief moeilijke bocht aan het einde, die je eigenlijk niet voor gas kan doen, behalve met een standaard scootertje, doet Soppie voor de 10e keer gewoon perfect. Hij heeft die 2e plek oprecht verdiend, Sander. Zonder risico's te nemen. Dat noem ik even de max-run-tactiek. Die zegt, ik ga op met een standaard scooter, ga ik gewoon normaal rijden, wel dat ik een volgende ronde behaal. En Soppie is nummer 2 geworden. Met een hele mooie 3e plek natuurlijk voor Wiebe. Jullie dachten Explorertje, maar die liep zeker een ronde achter. En alle scooters mogen opgeruimd worden en ze mogen de pitstraat weer in. Hadden we dit verwacht, Sander? Dat de sliks, ja, dat de sliks op 1 stonden, ja. Maar ja. Dat ja, vervolgens... Ik had zoals mijn tweede favoriet genoemd, hè? Allebei Wiebe en Sopster. En dat is wel echt uitgekomen dat die twee jongens om de 2e plek gingen rijden. Terwijl Hubers in het begin meereed. De eerste 2 rondes leek hij zelfs 2e te zijn op een gegeven moment. Maar dit was wel een groep, zou ik bijna zeggen, die allemaal heel erg weinig risico's namen. Of niet goed genoeg geoefend hadden misschien om de risico's te durven nemen. 1 van de 2. Ik ben heel benieuwd hoe dit gespeeld gaat worden. Als ze straks in een pool komen met allemaal slickboys die weten hoe ze moeten racen. We gaan naar race nummer 4 inmiddels, Sander. Sander, race nummer 4. En dit is een hele rare. Want we hebben 1 afzegging die bewust afgezegd heb. En we hebben ook nog eens iemand die niet is opkomen dagen. Ja, dat is echt zonde van je punten. Hè? Dan heb je allebei hebben ze gewoon letterlijk een minpunt te pakken op het algemeen klassement. Correct. Min 1. Correct. We hebben, dit is Luc. We hebben Papa Beer, Parasit en Zypre. En als ik het zo bekijk, zou het getekend moeten zijn met Slicks mits ze kunnen rijden. Want 2 mensen hebben inderdaad de upgrade gekocht in de Helvik. En 2 mensen niet. Wat denk je? Is dit zo klaar als een klontje? Of gaan wij zeggen, Zypre en Parasit die kunnen toch wel racen, joh? Nou, ja, ik ben vooral benieuwd. Hè. Je speelt nu ook maar echt maar met 4 man. Ja. Bij de race doen. Dus je hebt misschien ook veel meer zicht dan je voorheen had. Dus misschien minder crashes en wordt het iets spannender. Ik hoop het. Ja, en even afgezien of je wel of geen slicks hebt, heb je zo'n 33% meer kans om te winnen. 2 man die nu al uitgevallen zijn, die eigenlijk gewoon nummer 5 en 6 zijn. Ik zou zeggen, racers, jullie mogen klaarstaan. En pak het extra metertje als jullie willen. Je hoeft het uiteraard niet te doen. En ja hoor, daar gaan ze. Helemaal tot het randje, behalve Zypre. Die denkt, weet je wat, ik ga dat lekker niet doen. En Sander, je weet hoe het zit. We gaan weer lekker aftellen. Gaan we. Racers, klaar.
En we starten in. De Slick Boys zijn... Het is die roze scooter die heel snel is. Wat is dit? Wat zit daarin? Is dat een leenscooter? Ik dacht het van een roze, hè? Nee, maar die is opgefokt. Holy damn. Op een leenscooter van Zyperen? Ja, die heeft nou zoiets van... Ik ga die normale doen. De Slick Boys hebben hier problemen mee. Ze houden hem wel bij. Ze hebben zelfs een iets hogere topsnelheid. Nee joh, hij is gewoon goed aan het rijden. Hij is niet te snel. Hij crasht. Dit is Luc ook. Papabeer niet. Parasit niet. Het zijn de twee Slick Boys. Zo noemen we ze maar even. Papabeer en dit is Luc. Die vooraan rijden. En Parasit maakt wel een klein foutje. Maar die zal echt een probleem moeten oplossen met die speed. Als hij niet de shortcuts gaat nemen. Gaat hij het heel, heel, heel erg zwaar krijgen tegen Papabeer. Die eigenlijk alleen maar net als de soppie manier noemen we het maar even. Rustig rijden. Geen gekke dingen doen. Dan komt alles goed. Gelukkig is het wel nog redelijk spannend hoor, na de eerste ronde. Dat ze alle vier nog redelijk op elkaar rijden. Parasit probeerde de shortcut en het lukte hem net niet. Cyprus ook niet. Maar hij houdt, dit is Luc bij. Hij haalt hem zelfs in omdat hij crasht. En we hebben hier een echte race op onze handen volgens mij, Sander. Dus iemand zonder slicks. Parasit. Hij wordt hier weer ingehaald door Luc. Dit zal je maar gebeuren in de laatste ronde. Dat is zo zuur. En ondertussen is Papabeer gewoon keurig op zijn soppies. Lekker aan het rijden. Geen shortcuts nemen, geen risico's. Hij weet dat hij 20 blokken voor ligt. Waarom ook niet. Luc maakt wel een paar foutjes af en toe, waardoor hij eigenlijk zijn snelheid weer een beetje teniet doet, Sander. Ja, maar gelukkig voor ons blijft het daardoor ook wel een beetje spannend. Oh, Parasit rijdt rechtdoor zo de muur in. Wel een mooie opstap om de shortcut te nemen. Gaat hij het doen? Hij doet het en het lukt hem. Oeh, ik zou bang gaan worden, Luc. Ik zou bang gaan worden. We hebben een duidelijke top 2 op dit moment, maar... Daar Parasit brengt er toch wel iets verandering in. Als hij nu achterlopen. Ik wou dat zeggen. Dit is ronde 4 voor Jesse. Ze hebben er 3 gedaan, toch? Nee, ronde 3 gaan ze nu in. Oh, is het... Papabeer begint nu met ronde 4. Ja, precies. Dit is ronde 4, Sander. Daar zitten ze in. En ja, Parasit rijdt gewoon lekker, maar hij mist de snelheid. Papabeer is gecrashed. Dat betekent dat dit is Luc. Onze nieuwe koploper is. Voor het eerst in 4 rondes. Gaat hij voor de shortcut? Nee, dat gaat hij niet. Papabeer is weer gecrashed. En Parasit zit achter hem aan. En Parasit gaat nu echt, hij wil. En hij heeft de nummer 2 plek heeft hij. En hij crasht. Ietsje te enthousiast. Papabeer crasht ook. Ja, alleen op dit lange stuk gaat Parasit ingehaald worden door de Slickboy Papabeer. Dat moet zo frustrerend zijn dat je beter race maar gewoon ingehaald wordt op dat stuk. Correct. Je moet gewoon echt zorgen dat jij 20 blokken voorsprong hebt voordat je uit die laatste bocht komt. Anders halen de Slick Boys je inderdaad gewoon in. Het is een investering van €7.500. Mensen geven dat ook uit aan een winkelveiling. Ze geven het aan kleding uit, aan weet ik veel wat. Ja, en als je gewoon de beste hierin wil zijn, dan had je het moeten doen. Parasit pakt de shortcut. Haalt hij het? Hij haalt het niet. Hij crasht. Papabeer crasht ook. Dit is Luc, kan daarmee zijn voorsprong nog verder uitbouwen. En die gaat volgens mij... Zitten ze nu in ronde 6. Klopt dat, Jesse? Dit in ronde 5. Oh, we gaan nu ronde 6 in, begrijp ik. Yes. Oké, okay. Papabeer die houdt hem wel in, maar hij heeft echt 20, 30 blokken afstand. En Parasit is gewoon te langzaam. Dat zolang Papabeer en Luc geen fouten maken, ze eigenlijk de nummer 1 en 2 plek kunnen behalen. Ja, maar ja, het gaat ook echt tussen die drie hoor, want Cifre die gaat straks gewoon nog ingehaald worden. Dit is Luc ook. Die gaat nu bij de schans eraf springen. Het is niet zo erg als de vorige keer dat in ronde 3 al achterliggers ingehaald werden. Je zou bijna zeggen dat ze wat meer aan elkaar gewaagd zijn. Met misschien uitzondering van Cifre. Parasit heeft moeite om zijn scooter op de baan te houden, heb ik het idee. Hij crasht steeds in wat makkelijkere bochtjes. Crasht hij. En de moeilijke die doet hij in één keer goed. Heel bizar. Dat is toch wel frappant, hè? Als hij geen slicks heeft, zou je toch de bochten juist je winst moeten behalen. Ja, je kan eigenlijk het hele circuit op die moeilijke bochtje achterin met de rode strepen, kun je vol gas rijden. Ja, je kan hem eigenlijk helemaal vol gas rijden, tot de U-bocht. Hè? Luc is gecrashed, dat betekent dat Papabeer hem weer ingehaald heeft. Ze blijven stuivertje wisselen, heet dat volgens mij, hè? Ja, klopt. Het gaat nek aan nek hier en ze blijven elkaar inhalen. Correct. En Luc maakt een wat langzamere bocht. Hij crasht niet, maar het zijn echt weer 5-6 blokken verschil. Parasit zit daardoor op een kleine 30-40 blokken afstand. En we gaan nu de 7e ronde in of de 8e? De 7e ronde hebben ze nu gedaan. Dus we gaan... Dit is de 8e ronde inmiddels. Ja. Papabeer, je weet hoe het werkt. Blijf veilig rijden. Als je 1 keer de shortcut haalt, dan heb je gegarandeerd gewonnen. Doet hij niet. Hij gaat het normale.
Er zijn maar weinig mensen hier die de shortcut proberen, Sander, vergeleken met de eerste race. Waarvan we toen ook al zeiden, dat zijn natuurlijk ook wel de toppers. Waar mensen toch wel zo'n 70-80% gewoon probeerden en ook lukte. Ja, ja, eigenlijk de eerste twee races zelfs. Hè? Toen mensen die ze hadden gedaan. Deze afgelopen twee, dus deze en de vorige, er zijn eigenlijk vrijwel niemand die het heeft gedaan. Sander, let eens even goed op hoe dichtbij Perrin zit door zijn shortcut nu bij Luc is gekomen. Als hij dat nog twee keer doet en als Luc nog één fout maakt of gewoon langzaam is, is het mogelijk dat iemand zonder slicks wint van iemand met slicks. En wat gaat dit voor de Helvic Shop doen? Hoeveel mensen zullen nu slicks op een scooterrace willen gaan doen? En hoeveel gaan het niet eens proberen? Papa Beer is gecrashed. Dit is Luc, die ruikt bloed. Maar hij ligt nog best wel ver achter. Perrin heeft het weer gehaald trouwens. Kijk hoe dichtbij ze zitten, Sander. Ik zei, nee, en Perrin crasht. Oh, dat moet heel, heel, heel erg zuur zijn. Dit was je kans om echt op een paar blokken afstand de laatste ronde in te gaan. Over de laatste ronde gesproken. Die is Papa Beer momenteel aan het rijden. En Luc haalt Zypre in. Ja, want die is gecrashed. En Papa Beer lijkt hier de race op zijn slofjes te kunnen winnen. Door gewoon heel rustig te rijden. Geen rare fouten te maken. En Luc en Perrin die zitten. Ja, dit wordt. Laat maar, Perrin is gecrashed. Het is klaar. Als Luc rustig uitrijdt, dan hebben we de nummer 1 en 2 van ronde 4 inmiddels, Sander. Ja, Perrin staat weer vast en dat betekent dat het ook echt wel klaar is nu. Dat denk ik ook. Papa Beer mag zijn ererondje lekker gaan doen natuurlijk als hij wil. Laten we de rest ook even uitrijden. En gefeliciteerd Papa Beer! Met de overwinning in ronde 4. En dit is Luc uiteraard gefeliciteerd met nummer 2. Je bent een paar keer zelfs koploper geweest. Crash maar, het maakt nou niet meer uit. En daar komt Zypre die ingehaald is en Perrin een hele goede race gedaan. Je hebt een lange tijd, ik zou zeggen tot de zevende, achtste ronde, maakte je kans op die tweede plek. Maar het mocht niet baten. Nee, jammer. Ja, en dan zat je eigenlijk nog zo dichtbij en heb je er helemaal niks aan gehad. Dat je net zo goed vijfde kunnen worden. Want je krijgt geen extra punten voor. Ja, nou, tijdens de opname werd er nog steeds niet gepraat uiteraard. Dat wisten mensen. En dat geldt voor iedereen. Oh, een reden. Nee. Dus dat betekent dat we naar ronde 5 gaan, Sander. Ik vond het heel interessant. We hebben twee, ja, eigenlijk achteraf gezien misschien niet eens heel erg verrassende winnaars. Namelijk de Slick Boys. Maar het was wel heel spannend, moet ik zeggen. Met de niet-Slick Boy. Die tot ronde 7, 8 echt een hele grote kans maakte om te kunnen winnen. Hoe goed zou hij geweest zijn als we die dingen wel onder zijn scooter hadden geschroefd? Ja, en dan moet hij zelf achter gaan komen en een herkansing doen bij versie 2 van de Cruiser Competition. Inderdaad. Dan gaan wij lekker terug naar de studio, om het zo maar even te zeggen. En gaan we zo meteen race nummer 5 bekijken. Tot zo meteen. Race nummer 5, de ene laatste van vandaag. Hebben wij een aantal mensen die nog een huisje moeten kopen volgens mij. Want ik zie heel veel grijze namen. We hebben het over Dit is Luc, Stef de Kikker, Zet Daan, Supersprinter, Sander en Ivar. Is hier een favoriet, Sander, als je niet naar de slicks kijkt? Want kijk eens even goed. Ik kijk even goed. Even kijken. We hebben er... Oh. Ja. Gelijke kansen. Gaat dit de spannendste race ooit worden? Sommige mensen denken van wel, die we buiten de races net gehoord hebben. Oh, iedereen moet dezelfde scooters hebben. We gaan het zien, jongens. Of iemand hier met een halve ronde of een ronde voorsprong alsnog wint. Want ik blijf erbij, slicks is geen garantie. Ik zou waarschijnlijk verliezen met slicks, omdat ik gewoon niet goed genoeg kan rijden. Ik heb zeker niet goed genoeg geoefend. De racers die mogen op ready gaan staan. Dat betekent dat je elk pixeltje kan pakken die je zou willen pakken. Helemaal goed. Sommige mensen nemen een hele gevaarlijke binnenbocht. Als je hem goed poelt, heb je inderdaad de voorsprong. Doe je het niet goed, dan lig je al in de eerste bocht op een flinke achterstand. Sander, onze eerste race van vandaag, waarbij alle bandjes en daarbij eigenlijk alle scooters hetzelfde zijn. Ja, op de kleur na natuurlijk. Ja, dat is wel leuk inderdaad, om op die manier de kleuren nog een klein beetje te kunnen zien. Daarin is het ook trouwens 2-2-2. Het is te makkelijk om te denken dat er een politieagent als Daan lekker kan rijden, of dat de guy die het hoogste level heeft ongetwijfeld en al een dik huis heeft, namelijk Supersprinter, dat die gaat winnen. Dit is voor mij volledig open. En we gaan het ook anders doen. Zodra de race begonnen is, jongens, en we komen hier voor de eerste ronde langs, mag het publiek ook hun favoriet aanmoedigen, zometeen. Het ontmoedigen gaan we niet doen, aanmoedigen mag wel. Sander, jij mag weer aftellen.
En dan gaan wij race nummer 5 starten. Oké, heren racers, klaar voor de start. We gaan in. Oh, en dit is echt zo gelijk op, Sander. Kijk nou, in elkaar allemaal. Hoe lang blijft het groepje staan? 2 man gecrashed. En Zdaan, Ivar, Sander en Stef die pakken overduidelijk hier de leiding. Maar voor hoe lang? Er zijn weer 2 crashes. Het is Zdaan die ook gelijk de risico neemt. En hiermee, hij haalt het niet, maar heeft hij nog steeds de voorsprong. Nog steeds heeft hij de voorsprong, al crash je daar. Zdaan 1 foutje gemaakt, maar wel in het allermoeilijkste stukje van de hele baan, Sander. Ja, en toch denk ik, als je die shortcut neemt en je crasht 1 keer, dat je alsnog sneller bent als dat je hem helemaal eromheen rijdt. Ja, maar wat als je 2 keer crasht? 1 keer tegen een betonblok en dan nog tegen het allerlaatste pionnetje. Die lijkt heel smal, maar is natuurlijk net zo breed als een compleet blok. Daan is weer gecrasht, Ivar ook en Sander niet. Tot nu toe moet ik zeggen dat ze nu een kwart afstand ongeveer van elkaar hebben. Dus het ligt inderdaad een heel stuk gelijker. Het draait het dan hier uiteindelijk om wie hier de meeste risico's durft te nemen. Of het meest getraind heeft, of allebei. Want Zdaan pakt de shortcut in 1 keer. En Ivar ook. De achterstand die Ivar had, maakt hij weer ongedaan. Sander die rijdt lekker door. Daan is gecrashed. En we hebben een gloednieuwe koploper in Sander. Dat had hij misschien nog niet verwacht. We gaan zo meteen ronde 3 in. En we hebben een overduidelijke top 3, Sander. Ja, dit wordt wel heel spannend. Je hebt nog wel Stef die er achteraan komt met zijn turquoise brommetje. Maar dit gaat nog wel heel spannend worden, inderdaad. Dat denk ik inderdaad ook. Supersprinter die lijkt ook straks een ronde ingehaald te worden. Luc lacht zeker niet in stacks momenteel. Die lacht in 5e plek of 4e plek. Maar Sander, oh, hier gaat Daan weer. Gaat hij weer de shortcut halen? Hij haalt, oh. Heeft de koppositie opnieuw gehaald met een hele mooie inhaalmanoeuvre. Sander schrikt ervan, crasht zijn scooter tegen het betonblok. En Daan ligt zo'n 5-6 blokken voor. Ivar die ligt uit de kopgroep, want die is gecrashed in een van de moeilijkere stukken van de baan. Namelijk ja, de plek waar je niet vol gas kan rijden. Het 3 brede stukje noemen spelers het ook wel. De rest is namelijk 4 breed, zoals je kan zien. Ja, en gaat dit dan tussen Daan en Sander worden hier? Sander. Ja, mijn naamgenoot die doet het op dit moment inderdaad goed op de 2e plek. En ze gaan zelfs de nummer laatst gaan ze inhalen. Ja, maar die rijden ook niet voor gas hoor. En Daan manoeuvreert er tussendoor en Sander is gecrashed. Daan ligt nu heel erg ver aan kop. Ook hij crasht trouwens even. Ook, ja. Ja, daardoor is zijn voorsprong weer een klein beetje weg. We gaan zo meteen wel rond de 5 in. Dat betekent dat we op de helft zitten inmiddels al. Klopt toch, Jesse? Klopt helemaal. Straks beginnen ze inderdaad met ronde 5. Inderdaad, dit gaat ronde 5 zijn en... Ik wou even zeggen, supersprinter doet het goed, maar die loopt natuurlijk een ronde achter. Die gaat nu in 1 keer vol gas. Maar dat maakt nou niet meer uit. Want je loopt een ronde achter op Daan en zo meteen ook op Sander. En eens even kijken, waar is dan Ivar? Die loopt echt een heel stuk achter. Het gaat overduidelijk tussen deze 2. Gaat dan nog om de nummer 1 en 2 misschien, Sander. Tenzij ja, iemand gewoon echt een hele, hele grove fout achter elkaar gaat maken. Ja, en toch zou ik niet opgeven, ook al lig je misschien zelfs een hele ronde achter. Nee, zou nooit. Het zal maar gebeuren dat de nummer 1 en 2 crashen of hebben ze misschien toch niet goed afgetankt. Het zal maar gebeuren en dan kan je ze toch nog inhalen. Ja, precies. Daan die zit op de hielen bij Luc, wil die zeker graag inhalen. Maar kijk hoe dichtbij Sander is. Het is echt, het is een paar blokjes. We gaan ronde 7 in, volgens mij. Als ik het goed heb, als ik het niet goed heb, mag je me er gewoon onderbreken, Jesse. En in ronde 7 ligt Daan nog steeds op kop. Luc die lijkt een soort van middenmotor te zijn. Hij ligt een ronde achter en hij crasht weer. En ja, op dit moment gaat... Sander is gecrashed. Was dit zijn race, denk je, Sander? Voor de eerste plek, ja, dat zou misschien heel goed kunnen. Maar hij heeft nog steeds kans, hè? Ja, want Supersprinter zit achter hem, maar die doet nog niet mee. Het is echt Ivar die wat langzamer lijkt te rijden. Die gaat hier de shortcut proberen te nemen. Het lukt hem ook, maar was het hem maar vaker gelukt? Want op deze... snelheid, ja. Wordt het wel... Je moet ook niet vergeten dat Daan zeker niet foutloos rijdt. Hè? Die maakt echt nog heel veel foutjes. In elke ronde maakt hij nog wel 1 of 2 stops. Zeker waar, maar dit is de 8e ronde. En, de 7e ronde, dankjewel. En Daan maakt inderdaad 2 fouten achter elkaar. Sander kan hem doen. Hij gaat gelijk de normale route doen. Hij wil niet een grotere achterstand. En kijk, het is 10, 15 blokken geworden. En ja, Daan crasht weer... En dan ben je gewoon weer terug in de race. En Sander crasht ook. Oh, het is een spanning, Sander.
Wat doen we ze aan? Tuurlijk kan het nog, want het was de zevende, niet de achtste ronde. Dat betekent dat ze nu pas de achtste ronde ingaan. En dat ze nog 3 volle rondes hebben om te bepalen wie de 1 en 2 wordt. Want we gaan eens even kijken. Nee, het is Ivar die loopt echt te ver achter. Het lijkt alsof de scooter er gewoon geen zin meer in heeft. Die zit bij de U-bocht inderdaad. Die loopt gewoon echt meer dan een halve ronde achter inmiddels. Correct, correct. Maar Sander en Daan, dat is een ander verhaal. Daan gaat deze niet halen. Hij crasht. Nee, Sander was ook gecrasht. Ja, Sander die gaat weer voor de veilige route. Daarmee ga je het niet redden. Je moet de komende 2 rondes, zal je iets moeten doen. Of je moet gewoon ervan uitgaan dat Daan fouten maakt. Maar je maakt ze zelf ook door net eventjes dat betonblok aan te raken. Wat je gewoon snelheid kost. Daan die maakt een sprongetje en gaat de 1 na laatste ronde in. Ik denk dat de nummer 1 en 2 beslecht zijn hiermee, Sander. Ja, die zijn zeker wel beslist. Ivar die gaat ze in ieder geval nooit meer inhalen. Dat is echt wel kansloos in 2 rondes. Al zouden ze nu stil gaan staan op de baan, gaat het nog lastig worden. Maar ik ben wel benieuwd wie er nog nummer 1 wordt, want dat kan echt nog wel gaan veranderen, hoor. Ja, zeker weten. Daan maakt hier zijn shortcut helemaal perfect. En solideert daar eigenlijk, hij crasht daar wel eventjes, maar solideert hij eigenlijk zijn eerste plek. En Sander die crasht weer. Ja, dit is uitrijden voor Daan in de allerlaatste ronde. Ligt hij bijna een derde ronde, ligt hij voor op de nummer 2. Geen risico's nemen, Daan. Ik zie toch wel degelijk een tamelijk groot verschil in gewoon hoe snel mensen zijn. Mensen worden rondes geklokt, ingehaald, ondanks dat niemand hier sliks heeft, Sander. Is er dan zo'n groot oefenverschil of misschien wel skillverschil? Ja, en ik denk beide. Je skill kan je natuurlijk opbouwen door te oefenen. En dat hebben deze mensen ook echt op de afgelopen 2 weken hebben ze dat volop gedaan. Zeker. Daan neemt trouwens geen enkel risico. Hè? Hij is de normale route gedaan. Geen shortcut. En nu kan hij hem ook nog eens een keer gaan uitrijden. Hij ziet daar Sander, zijn tegenstander, aan de andere kant van de blokken. Ziet hij daar staan en hij heeft zoiets van, ja joh, al ga ik hier uitstappen. Ik maak 5 sprongetjes van mijn scooter. Ik win alsnog. Niet doen trouwens, Daan, want dan ben je gediskwalificeerd. En Daan heeft bij deze gewonnen op de allereerste plek. Ja, Sander gaat gewoon steady tweede worden. Geen problemen. Volgens mij ook. Tenzij hij nu zijn benzine op is en steeds stil te staan. Dat zal vast een keer gaan gebeuren, Sander. Iemand die dat gewoon vergeten is, die begint op 32% en die kan gewoon niet finishen. We hebben 2 nieuwe winnaars. En is dit wat we verwacht hadden? Sander. Voor mij was Seth Daan als agent zijn wel echt de favoriet. Ik denk dat hij wel sowieso het meeste heeft kunnen oefenen van iedereen, al is het met een auto. Mm-hmm. Niet zo te zien heb je, niet iedereen heeft een budget namelijk voor een voertuig. Dus dat is wel heel knap dat ze überhaupt een cruiser hebben verkozen boven hun huis. Ja. Maar voor mij was het wel te verwachten. Ik vond Sander wel een verrassing. Zeker ook als level 1, als burger zijnde, zonder huis, dat hij alsnog tweede is geworden. Sander rijdt alleen nog een extra ronde. Niet echt de bedoeling, maar doe je ding, Sander. Ja, en het leuke is, als je Sander een verrassing vond, die ga je dus terugzien in de halve finale natuurlijk. Wij gaan lekker door naar de volgende ronde, jongens. En dat is ook gelijk de allerlaatste race van vandaag. En dan zal bekend worden wat de line-ups gaan zijn. En hopelijk kunnen we de meeste mensen online krijgen. En dan zien wij wat de finales, de halffinale rondes gaan zijn morgen inmiddels al. Op naar de laatste. Het is de laatste race van vandaag, Sander. En wat een namen zitten hierbij. Ja, dit gaat nog wel een hele spannende ronde worden, denk ik. Inderdaad. We hebben weer genoeg mensen met slicks. We hebben er ook zo te zien 1 of misschien zelfs wel 2 zonder. Onder andere een Chalk hebben we hier. We hebben een Max Run die heel erg notorious aangekondigd. Ik ga zonder slicks. En het is Joost 076 volgens mij die ook zonder slicks gaat rijden. Het zegt niet altijd wat, want we hebben net een heel groot klassenverschil gezien waarbij iedereen een even snelle scooter heeft. Maar het zijn wel de laatste 2 halve finale plekken die te behalen zijn. Onder andere in race 7 en in race 8 nog 1 plekje. Sander, jij mag de heren gaan aansturen en de race opstarten. Yes, jullie mogen allemaal naar de lijn toe gaan, jongens. Pak elke pixel die je wil pakken, of neem misschien zelfs de afstand die je wil. Dan gaan we aftellen en gaan we beginnen. In. En zoals verwacht zijn de 3 slickboys als eerste weg en niemand crasht in de eerste bocht. Jawel, of de ghost crasht. Dat betekent dat Max Run
nummer 3 staat. En heeft Max Renault toch slicks gehaald? Nee, hij heeft geen slicks. Ik zag het even verkeerd. Het spijt me. Er zijn 2 mensen die de shortcut nemen. Het zijn Max en Joost. Die halen het allebei. Waardoor het snelheidsverschil tussen de scooters een beetje teniet gedaan wordt. Lien met zijn slicks, perfecte ronde gereden, staat op nummer 1. Max nog op nummer 2, maar die gaat elke ronde op dit lange stuk ingehaald worden, Sander. Zoals je al zei, wat moet dat ontzettend irritant zijn. Ja, want ik verwacht wel dat Max inderdaad letterlijk de beste racer is van deze hele ronde. Maar misschien gaat hij dan toch onderuit omdat hij geen slicks heeft gehaald. Het probleem is, hij heeft het geld er ook al voor en heeft de mensen ook wel. Alleen hij wou aantonen dat je ver kan komen door geen slicks te kopen. Ja, en dat gaat hij nu weer bewijzen, want hij gaat nu gewoon tweede staan. Ja, hij staat inderdaad op tweede. Mickey die schrikt ervan, of de Ghost ook. En die gaan hem hier waarschijnlijk weer inhalen. Het is elke keer hetzelfde. Max zal elke ronde perfect moeten rijden. Wil hij met een standaard scooter, zonder upgrades, zonder tuning, ja, een race winnen waar letterlijk de regels zijn dat je elke upgrade mag gebruiken, al zou je het willen. Ik moet zeggen, hij houdt nog redelijk goed de voorsprong hier. Ik dacht dat hij veel meer ingehaald zou worden op het lange stuk. Hij staat nog steeds derde op dit moment. En hij zit echt in de nek van Mickey te hijgen. En Mickey houdt daar gewoon niet van. Hij crasht gewoon weer. Waardoor Max zijn positie op tweede plek 100% geconsolideerd heeft. En Lean, eerlijk gezegd, ik wist niet dat hij zo goed was. Voor mij rijdt hij op dit moment de perfecte race, Sander. Ja, die rijdt gewoon heel steady voorop. En die gaat in zijn derde ronde gaat hij ook de laatste chalk letterlijk inhalen. Jemig. Dus die rijdt heel goed. En Max die gaat zelfs als tweede nu over de finishlijn komen. Die heeft dat lange stuk zelfs overleefd nu. Correct. Ja, als je maar goed genoeg rijdt, stabiel rijdt, kun je met een scooter inderdaad in de finale komen zonder slicks. Echter, gaat dit genoeg zijn tegen een Luke Hidde? Of een Thibaut? Of een Dennis DM? Zeg het maar. Max schrikt ervan. En ook hij crasht die voor de allereerste keer. Waardoor hij Chalk nog steeds niet ingehaald heeft. Ja, die trouwens ook geen slicks heeft. Het is natuurlijk de volgende ronde. Gaat de top 3 die gaan door naar de finale. En op de finale speel je al mee voor de eerste prijs natuurlijk. Ja. Dus als dat gewoon zijn doel is om een eerste prijsje te pakken. Even te kunnen ruiken aan de races. Genoeg punten halen voor een Bucket Cup of een Mirage Tour. Dan heeft hij zijn eerste punten straks in ieder geval te pakken als hij dit volhoudt. Correct. En Chalk is inmiddels ingehaald door Max. Die nog steeds stevig op de tweede plek rijdt. We hebben hier Lean die helemaal ver voorop rijdt nu. Off the Ghost. En de Mickey zeker, die proberen hem in te halen. En volgens mij is Off the Ghost op dit moment derde. Als ik het niet verkeerd heb. Mensen nemen shortcuts, Chalk ook. En die crasht hem. Wat het voor Mickey heel moeilijk maakt om het in te halen. Maar het lukt hem wel. En als Max zo blijft rijden, zou het best wel eens kunnen zijn dat hij inderdaad de halve finale van morgen gaat halen, Sander. Ja, dat zou ik wel heel gaaf vinden. Als iemand zonder slicks gewoon letterlijk een slicks scooter weet te verslaan. Ja, inderdaad. En als er teams zijn die straks Max de dikste auto's en scooters willen gunnen met wel de juiste upgrades en hij zijn eigen centjes in zijn zak kan houden, zou het misschien nog wel eens een flinke uitdaging voor Luc kunnen zijn om hem te verslaan. Want eerlijk gezegd, ik heb Max 1 fout zien maken tot nu toe. En nu de tweede pas. En we zitten in welke ronde zitten we precies, Jesse? Ronde nummer 6, als ik. Volgens mij ook na. Volgens mij ja. Ronde nummer 6. Slecht nieuws. Damiki heeft Max Run opnieuw ingehaald omdat Max 2 fouten heeft gemaakt. Wat ik al zei, als je ervoor kiest om geen upgrades te gebruiken, kun je eigenlijk geen fouten veroorloven en moet je gewoon perfecte rondes blijven rijden. Dat doet Max ook. Mickey pakt volgens mij niet altijd de shortcut. Maar als hij hem wel constant zou doen en hij haalt hem. Ja, dan. Oh, en hij crasht. Gaat Max ook crashen? Dat is de vraag. Max gaat niet crashen en hij blijft achter de Mickey. Op het lange stuk heeft hij zeker niet het voordeel. Of de Ghost zit ook pal achter Max aan. En we zitten dus nu in ronde 7, zei je volgens mij, toch? Dit is ronde 7. En, Lean is ronde nu ronde 8 ingegaan. Ja, precies, ja. Precies. Gaat hij Chalk inhalen en is dat voor de tweede keer, is de vraag. Ja, Max die krijgt nu wel een iets verdere achterstand door op Tamiki. Ja, en ondertussen is Lean niet meer bezig met de shortcuts. Die is gewoon de normale baan gaan rijden. Net als Tamiki trouwens. Waarmee die Max uitdaagt van kom dan jongen. Ik weet niet of het verstandig is, want je hebt weer Max Paul achter je. En je crasht Mickey. En ja. 2 keer. En Max is niet gecrasht. En het lijkt een race tussen Max en Chalk. Maar dat is het niet, want die is al een keer een ronde ingehaald. En Lean gaat nu dan zijn 9e ronde in, begrijp ik.
Ja, de Mickey crasht zelf. Max is ook gecrashed. Max is gecrashed. En Mickey ook. En Chalk. Wat gebeurt hier allemaal, Sander? Ja, Chalk die doet nog voor spek en bonen mee. Die is eigenlijk alleen maar aan het irriteren. Jongens, die loopt een hele ronde achter. Inderdaad, er is opnieuw een crash geweest van Mickey. Dat betekent dat Max weer op nummer 2 ligt. En hij crasht. En Mickey crasht ook. Sander, wat is dit? Wat is hier aan de hand? Inderdaad? Kijk dit. We hebben nog 2 rondes. En ze crashen allebei tegelijk. Dit is, ja, anderhalve ronde hebben ze eerder ongeveer. Kijk wie daar aankomt nu. Het is Off the Ghost die inderdaad denkt van, hey, ik wil die tweede positie ook wel. Dat zou die kunnen doen als hij alles op alles zet. Dan moet je de shortcut doen. Andere mensen moeten nog fouten maken. Voor alle duidelijkheid, Lean zal wel gefinished zijn inmiddels. Oh nee, die zit met zijn laatste ronde bezig. Excuses. Het lijkt erop alsof het de Mickey is. Die zou misschien zelfs een klein risicootje kunnen nemen, want hij ziet dat Max Run gecrashed is en dat het alleen nog maar Off the Ghost is. Waarom zou hij die shortcut gaan riskeren, in godsnaam, op dit moment? Ja, ik zou het als ik hem was niet doen. Hij doet het ook niet. Off the Ghost die hem kan inhalen nu. Ja, maar die heeft hem niet steeds gehaald, hoor. Hij crasht weer. Een slimme keuze van de Mickey om zeker te zijn... We hebben winnaar. Ja, we hebben Lean die over de finish is, maar het spijt me, dat wisten we al. Het is echt de nummer 2 plek die heel spannend is. En nummer 3 zou Max Run kunnen zijn, maar Off the Ghost natuurlijk stiks, dus die race die weg. En het is helaas, Sander, en dat zeg ik met pijn in mijn hart, geen verrassing geworden. Het is Mickey die tweede is geworden. En het is inderdaad Lean YouTube met een hele, hele grote voorsprong. 2 vingers in zijn neus, die de laatste ronde van vandaag, race nummer 6, gewonnen heeft. Dat betekent dat wij aan het einde van dag 1 zijn. En ik zal zo meteen eens eventjes alle standen door gaan geven. Tot zometeen. Nou, en zo zien jullie mij en natuurlijk mijn co-host ook eens een keertje. Sander, wij hebben eigenlijk 3 winnaars. En wij hebben 3 nummer 2's die in race nummer 7, dat is de halve finale, gaan zij rijden. En je ziet ze achter ons. We hebben het over de winnaars eerst eens eventjes. Laten we die eens even in de spotlight gaan zetten. Ja, het zijn de eerste nummer 1's en de vierde, vijfde en zesde nummer 2's die bij elkaar in de pool komen. Inderdaad, willen de nummer 1's uit dit poeltje even gaan staan? Aha, Dennis Chimki en Luc Hidde. Niet echt de allergrootste verrassingen, Sander. Had ik wel een klein beetje verwacht. Maar Luc, heel erg knap, toch die tweede plek veroverd. Sander, heel hard voor gestreden. En Mickey, je had bijna verloren voor iemand zonder sliks. Succes in de finale uiteraard. Want je gaat gewoon door natuurlijk. Hoe werkt die volgende ronde precies, Sander? Want hier was het duidelijk, alleen de nummer 1 en 2 gaan door. Dat is natuurlijk in deze race wel anders. Ja, we gaan sowieso van 10 rondes gaan we naar 15 rondes gaan we straks. Ja. Dus je hebt meer kans voor een Max. Had het misschien wel ideaal kunnen zijn om toch nog op het einde in te halen. Ja. Maar goed, dat wordt voor deze races wordt dat lastig. En iemand zonder sliks gaat het misschien wel heel moeilijk hebben als je natuurlijk extra ronden zet. Ja, dat denk ik ook. Ja, nou, je hebt 6 races zoals we dat nu ook hebben gedaan. De laatste 3 vallen deze keer af. En de eerste 3 die gaan door naar de finale. En daar zijn natuurlijk de echte grote prijzen te winnen. Punten gaan ze hier ook zeker verdienen. Gewoon puur door meedoen natuurlijk al. Maar je wil in die finale komen om gelijk maximaal aantal klassementspunten te halen en natuurlijk die dikke prijzen binnen te slepen. Dit is alleen de eerste race. Een hele spannende, denk ik, als ik dit zo zie. Ik ga zeker geen favorietjes opnoemen, wat ik in de eerste ronde natuurlijk wel gedaan heb. Maar er is natuurlijk nog een race om de volgende 3 mensen voor de finale uit te kiezen. En die staat hier. Ik moet zeggen, dit is ook wel een heel erg lekker teampie, hoor. Ja, dit is ook wel een flinke groep, hoor. Met Lean, die natuurlijk gewoon... Bijna perfect gereden, gewoon. Die ongelooflijk. Die hebben we niet eens gezien onderhand. Nee, inderdaad. En besef ook eens eventjes dat Thibaut, die echt fucking goed kan rijden, die gaat zo niet opstaan als ik het vraag. Let op. Willen de nummer 1's uit de pool even opstaan? Besef dat eens even. Dat Maarten en Thibaut niet eens de beste van de pool waren en toch zitten ze hier. Hier zit heel veel talent in, natuurlijk. Ja, Sander, ik heb er zin in. We gaan morgen beide races natuurlijk doen. En afsluitend daarvan natuurlijk ook nog eens een keer de finale. Mm-hmm. Ik ga toch vragen, heb jij een favoriet? Niet persoon waarvan je denkt die gaat winnen, maar van wie je hoopt dat die gaat winnen. Ja, persoonlijk zou ik het echt hilarisch vinden wel als er iemand zonder sliks weet te winnen. Dus een Setaan of een Sobster, die mm-hmm. bij elkaar in de race zitten. Ik hoop echt dat een van die twee nog wel doorgaat naar de finale. Ja. Maar ja, zonder een naam te noemen, denk ik wel dat de winnaar in die groep zit. Ja, is dat de groep van Luc Hidde?
inderdaad in een van die zes mensen. Ja, ja. Oké, dan ga ik ver zijn en dan ga ik denken dat die hierin zit. Vooral omdat ik er niet heel erg veel van verwacht had, zou ik misschien juist wel zeggen dat een Lean YouTube of een Papa Beer misschien wel eens kunnen winnen. Dat ja, Lien heeft mij wel verrast, hoor. Ja, joh, bij iedereen die denkt van, oh ja, nee, maar dat wordt Thibaut. Of dat wordt Kobeva, heb ik zelfs gehoord, omdat hij zo van het oefenen was. Luc Hidde natuurlijk, de Michael Schumacher van Bytopia World. Hoe hilarisch zou het inderdaad zijn dat iemand zonder sliks zou winnen? Of gewoon, ik noem het maar even, een outsider. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zou het leuk vinden. Daarom, de volgende video zal een heel stuk minder lang zijn uiteraard, jongens. Maar wel heel erg leuk dat jullie tot het einde gekeken hebben naar de allereerste race. Dat is natuurlijk de Cruiser Competition. Ik hoop je het leuk vonden. Vergeet niet even een like achter te laten. En natuurlijk jouw support voor jouw favoriete racer achter te laten. Je kan zelf ook meedoen. Het is oprecht best wel makkelijk om aan je eerste scootertje te komen in Mytopia World. Zeker als je wat uren hebt gemaakt. Want op dit moment is het ook geen geheim meer dat wij het Belastingdienst event gaan starten, Sander. Dus iedereen die tientallen uren gemaakt heeft, gaat natuurlijk heel makkelijk zo'n scootertje kunnen doen voor de volgende keer dat ze dit doen. En er zitten zulke dikke vette prijzen aan. En je hebt het ook nog eens een keer nodig om volgende competities te doen. Ik zie je morgen weer, co-host. Gezellig. Dat dacht ik ook. We zien de kijkers de volgende keer weer. Alle staf uiteraard heel erg bedankt. En alle racers, heel erg goed je best gedaan. Blijf lekker oefenen. En misschien tot de halve finale. En anders tot de volgende keer. Later.